FC Utrecht kon afgelopen zondag geen beroep doen op de geschorste Joris van Overeem. Hierdoor was er een basisplaats voor Othmane Boussaid. Ja, ik wist al dat hij rood had genomen, dus ik dacht dat ik misschien zou spelen en dat is ook gebeurd, dus ik heb mijn eigen ook voorbereid. Ja, het ging prima vandaag. Ik heb gewoon gespeeld hoe ik altijd speel. Ik denk niet waarom ik moet veranderen aan mijn speelstijl. Ik heb gewoon gedaan wat ik moest doen. Gabori gaat het proberen. Gaat het proberen. En dat is mooi zeg. Wat een goal van Nicolas Gabori. 1-0 FC Utrecht. Ik zou helemaal uit je dak gaan. Ja, natuurlijk. Ik zag het al. Hij controleerde die bal. Dus... En hij heeft een uitstekend linkervoet. En ja, ik zag die bal gewoon mooi in de haak. Ja, gewoon prachtig goal van hem. Dus ik ging ook naar hem, naar het doelpunt. En ik feliciteerde hem ook daarmee. Boussaid. Klaiber. Boussaid. Hoeken. Ja, ik vond hem goed spelen. Ja, het is, ik noem mezelf een beetje een kleine opdonder natuurlijk. Maar je ziet dat hij heel lichtvoetig is, hij is behendig, snel. En dan kan een mannetje passeren, een mannetje wegsteken. Dus ja, hij heeft alle technische bagage. Heb je ervan genoten? Ja, natuurlijk. Het ging heel lekker. Helaas voor de 1-1 konden de wedstrijd heel makkelijk afmaken. Ja, helaas 1-1. Laten we hopen voor de volgende keer een 3 punten te pakken. Ja, je noemt hem een opdonnetje, maar wel een opdonnetje waar jij denk ik niet graag tegen zou willen spelen. Oh jawel hoor, ik zoek hem vaak genoeg op de training. Maar bij mij doet hij dat soort dingen niet. Dan past hij snel de bal weg, anders dan weet hij wat er gaat gebeuren. Ja. Ja, het is een grote ploeg FC Utrecht. Dus ja, heel goede sporters, die moeten jou aan. Hoe meer dat die sfeer geven, hoe beter dat wij als speler gaan presteren natuurlijk. Beloof jij eens dan nog wat mooie dribbles en hopelijk assists en doelpunten? Ja, tuurlijk. Sowieso komt sowieso in orde.